Dat komt omdat we de combinatie hebben met de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde, en meer dan 1000 hectare moerasgebied wat eraan grenst. En dat, ja, dat is een walhalla voor ze. En behalve veel vogels zijn er de laatste jaren dus ook meer vogelspotters te zien. Ja, we zien steeds meer mensen. Voorheen was het toch wel een beetje een oudere, grijze mannengemeenschap die vogels ging kijken. En nu zie je steeds meer vrouwen, maar ook jongeren, maar ook gezellig man en vrouw die allebei met een verrekijkertje of een telelens komen vogelen. De toenemende populariteit is nog een gevolg van de coronatijd. Ondanks de toeloop van vogelliefhebbers vreest Staatsbosbeheer de extra drukte niet. Dit is een soort van toerisme die wij toejuichen. Dit zijn hele brave bezoekers. Ze blijven keurig achter de hekken en ze spotten de vogels en noteren dat op waarneming.nl en geven het door aan ons. En dat is alleen maar welkom. En lijkt vogelspotten jou ook wel wat, maar wil je wel op het goede tijdstip bij planturenluur staan, dan heeft Marijke nog wel een tip. Kies dan het moment dat het net hoogwater wordt. Dan zie je echt enorme groepen, soms wel tienduizenden zilverplevieren, die dan van de Oosterschelde overkomen, over de dijk en die dan in planturenluur landen. En dat zijn hele mooie bewegingen. Dat ik zeg van ja, dat zou je een keer moeten zien.